Beukenswarp om 5 uur stipt hier vanuit de kerktoren. En die man hierboven die heeft al 2 jaar moeten slapen en niks mogen doen. We zullen die straks ook nog een keer moeten wakker maken. Nog een minuut te gaan. Dus ik zou zeggen, Mark, we gaan de sluis openen voor de kleuters. En dan mogen daarna de kinderen van het eerste en tweede studiejaar zich in de sluis verzamelen. Maar de kleuters die mogen nu al komen hier in het terrein. Goed, dan gaan we een keer kijken, hè? Dan gaan we een keer roepen. Leo! Leo! Oké, Leo. Het is 5 uur. Let's go! Het is nog vroeg in de ochtend. De lucht is nog fris. Ik sta bij de vertrekkers en we springen op de fiets. Gisteren was ik nog niet verder in de lokale club. Nu ben ik erop staan, ik doe mee aan de tour. Oké, dat was het dus voor de kleuters. Dus de kleuters mogen allemaal naar die manier gaan. Daar zit de Leo. Leo werft een keer. Dat daar mogen de kinderen. En hij zal wel zorgen dat iedereen in de juiste corridor terechtkomt. De juiste sluis terechtkomt. Mark, alles oké? Oké, dan mag je de sluis openen voor het eerste en tweede studiejaar. We moeten een keer roepen, hè? Leo! Oké, dan mogen jullie allemaal naar de Leo. Je ziet de Leo wuiven daar rechts van jullie. Allemaal de Leo, allemaal de Leo. Yep. Allemaal de Leo. Oké, dan denk je dat het terrein veilig is, Mark, voor de derde en vierde studiejaar zeker, hè? Voilà. Mark, de derde en vierde studiejaar, hè? Oké. Hier gaan we. 3 en 4. En dan mag 5 en 6 zich al in de sluis bij de Mark Klaassen. De 5 en 6. Oké, Leo! Goed, dan doe maar 5 en 6 als laatste groep. Goed, jongens en meisjes, we gaan een keer goed roepen. Leo! Oeh, dat was zwak. Leo! En denk eraan, een broodje en de jeton, hè? En dan wil ik even meegeven, dames en heren. U ziet hier veel camera's. Hier aanwezig voor Brokersdag 2022 op 18 september volgend jaar. Goed, nogmaals hartelijk dank. Ik hoop dat iedereen blij en gelukkig is dat we terug deze dingen kunnen doen. En hopelijk volgend jaar opnieuw op onze vertrouwde datum eind juni. Voor de dorpsfeesten in Reet. Oké, hartelijk dank en nog een gezellige avond. En bedankt ook aan Cultura Trumst, aan het Rood Kruis bedankt, ook aan de Kerkraad bedankt en Dorpsraad Reet bedankt. Tot volgend jaar!